Goedemiddag jongens en meisjes, welkom bij weer een nieuwe Simon Says. Fuck, ik besef me nu. Het is woensdag en dan doe ik een vragenvuurtje. Shit, ik wou net iets over Destiny gaan zeggen, ik had helemaal in mijn hoofd zitten. En ik bedenk me nu ineens, wacht, jullie hebben natuurlijk vragen opgestuurd. Maar dat komt ook, volgens mij heb ik niet zoveel vragen binnen gekregen. Misschien zelfs maar eentje, dan wordt het kortste vragenvuurtje ooit. Nee, ik denk iets meer dan één. Anyways, de eerste vraag is van Wesley. Hoi Wesley. Hij zegt, hey Simon, ten eerste respect voor wat je doet. Vraag je, wat vind je van die nieuwe game die is aangekondigd, Ark Survival Evolved? En dan stuurt hij mij een linkje naar de game die aangekondigd is. Ik zou eerlijk zeggen, Wesley, de voorbereiding was dus niet zo goed, omdat ik de verkeerde dag had. Dus ik ga op een knop drukken en kom ik terug in een week in één keer alles over Ark Evolved. Nou Wesley, ik zou je vertellen wat ik van Ark Survival Evolved vind. Ik vind het fucking episch. Ik heb volledig deze game gemist. En ik heb net kijken en het is alles wat ik al 30 miljard jaar wil in een game. Daar zit hij voor mijn camera. Wat ik al 30 jaar, miljard jaar wil in een game en wat er dus niet in zit. Hoe vet is dit? Voor degenen die het net gemist hebben, het is een first person game. Met een camera standpunt waardoor het lijkt alsof je echt 1 centimeter groot bent. Maar dan nog even terzijde. En het is dinosaurussen en shit. En ik zag al mannetjes op dinosaurussen rijden. Iemand die een fucking stegosaurus betroond had en erop ging zitten en raptors en weet ik het allemaal wat en een dino die door de muur heen brak. En het is, wat dat betreft, qua concept, vind ik het nu wel de beste game ooit. Alleen ik moet zeggen, ik heb nog nooit van deze studio gehoord. Het is een nieuwe studio opgericht door de zogeheten veteranen uit de industrie. Al kan ik niet zo 1, 2, 3 achterhalen waar ze precies gewerkt hebben. Maar het ziet eruit zoals de eerste Dead Island eruit zag. Dat je denkt, hey, open wereld, zombie game, co-op, vet idee. Alleen dan ga je het spelen en dan is het nog steeds een heel vet idee. En het is leuk om te spelen, maar het is niet die game die het kan zijn. Het is niet zeg maar als bijvoorbeeld, ik noem maar iets, de mensen achter Bioshock. Als die studio in één keer, hoe heet het, Dead Island had gemaakt, dan was het toch even een andere koek geweest. Maar dit lijkt ook op die manier zeg maar niet een super kwalitatief, super goede game te worden. Dat je zegt van, oh, vet verhaal of grafisch echt best wat ik ooit gezien heb. Of het speelt super lekker, want het is een beetje slordigjes. Rondom de randjes, rondom de animaties. Het ziet er gewoon een beetje, ja, hoe moet ik het zeggen? Nou, het is een leuke speeltuin game, maar niet als iets waarvan je zegt van, oké, dit is echt de grootste kwaliteit of de hoogste kwaliteit alle tijden. Maar, breng me wel bij mijn eigen vraag, waarom hebben we niet meer dino games? Wat is er gebeurd na Turok? Er zijn absoluut te weinig dino's in games. Laten we het daar in ieder geval eventjes over hebben. Dat vind ik echt schandalig. Vooral als ik dit nu zie, denk ik, oh ja, fuck, ik was het bijna vergeten. Dacht ik ook al toen ik die hele vette Oculus Rift demo van Crytek zag. Dinosaur Island of zo, weet ik het wat. Maar er zijn eigenlijk maar een paar games die dat goed deden, man. De oude Jurassic Park games deden het super vet. Je had King Kong, die het ook heel vet deed. En Turok. Maar voor verder rest niks dus. Dus wat dat betreft is deze Ark Survival Evolved wel best wel eigenlijk een game die een gaatje kan vullen. Een gaatje wat ik ook graag gevuld zou willen zien. Alleen ik zou nog liever hebben dat een studio met een demo of een trailer uitkwam waarvan ik echt zou zeggen, holy fuck, dit is the next big thing. The next big thing mag namelijk gewoon volle bak met dino's en shit zijn. Maar dat is dit dus, lijkt het nog niet te zijn. Voorlopig, ik heb 1 trailer gezien jongens. Laten we niet doen alsof ik het dit jaren research heb. Op basis van trailer zeg ik, het kan een hele vette game worden. Concept met dino's vind ik altijd goud waard. Alleen het is leuk, leukish, denk ik. Tweede vraag, is dan meteen de laatste vraag? Ze zou maar kunnen. Ja, het is meteen de laatste vraag, jongens. Gelukkig dat Tilo en Wesley mij vandaag gered hebben. Bedankt Wesley voor je vraag, in ieder geval. Zonder jou was er maar een half vragenvuurtje. En wat leuk dat je me aan deze game, op deze game wijst. Ik ga hem even in de gaten houden. In juni, volgende maand, moet er in ieder geval de beta uitkomen. Die ga ik spelen. Dus ga ik er terugkomen, speciaal voor jou. Anyways, volgende vraag van Tilo, wie anders? Hij zegt, als ik iets lees over Nintendo, hoor ik regelmatig zaken over een nieuwe console gehint worden. Stel, Nintendo brengt dat ding over een jaar of twee uit en hij is gelijkwaardig qua hardware aan de PS4 en Xbox One. Denk je dat ze dan niet weer de plank misslaan? De installbase van die console is dan inmiddels enorm en als het programmeren en optimaliseren voor de nieuwe console niet heel erg simpel is, zullen third-party ontwikkelaars daar dan wel een productielijn voor inrichten. Kunnen ze die beter uitzitten tot de volgende generatie gelanceerd gaat worden? Tilo, je hebt helemaal gelijk. Als Nintendo over 2 jaar iets uitbrengt dat de Wii U moet gaan vervangen, of over 1 jaar, en dat ding is in lijn met de PlayStation 4 en Xbox One, en heeft verder geen bijzondere shit, dan kun je net zo goed niks doen. Dat is helemaal waar, dat is hetzelfde als, stel dat Microsoft had gezegd, hey, we brengen onze Xbox One in 2017 uit,
En het is gewoon dezelfde console als het nu is, die nu al een jaar uit is. Dat werkt natuurlijk niet. Ik heb wel gehoord dat Nintendo van plan is om niet de Wii U en 3DS te vervangen met het apparaat. Dus wat dan wel wordt, weet ik niet. Ik denk ook dat Nintendo blijft inzetten op wat ze eigenlijk gedaan hebben sinds de DS. Sinds de Wii. Met de innovatie qua hardware. Dat ze zeggen, we gaan weer iets geks proberen. En dat iets geks kan zomaar eens lukken. Het kan zomaar ook eens helemaal mislukken, zoals we bij de Wii U zien. Want ik heb door de maanden heen krijg ik ook wat vragen van jullie. Hey, hoe staat het voor met de Wii U? Nou ja, gewoon kut. Ding is gewoon geflopt. Kunnen we lang of kort over praten. Games die erop uitkomen kunnen absoluut vet zijn. Weet je, Wonderful 101 was dope. Bayonetta vonden heel veel mensen tof. Ik vind die Mario game, Mario Kart, Donkey Kong, vind ik allemaal super vet. Alleen een console kan nog steeds floppen, ondanks dat hij hele vette games heeft. Wat het geval van de Wii U is. Het verkoopt niet. Het is niet goed aan het publiek. Wordt niet goed aan het publiek verkocht. Dus daar moet iets mee gebeuren de volgende keer. Maar dat gaat dus niet nu meer gebeuren. Ik ben voornamelijk heel benieuwd wat voor iets het gaat worden. In de zin van, gaat het misschien wel een VR ding worden? Gaat het echt een health freak ding worden? Met je hartslag meten en dat soort shit. Of gaat het gewoon een iets meer basic console worden? Wat ik niet denk. Ik ben er benieuwd naar. We gaan op deze E3 er vast en zeker niks van zien. Misschien dat er een grapje over gemaakt wordt. Een hintje naar gemaakt wordt. Of de sluier getoond wordt. Maar hij zal nog niet opgelicht worden. Dus afwachten maar. En morgen. Dit was Vraagvuurtje weer. Ik heb maar twee vragen. Dus ga ze vooral insturen voor volgende week. Anders sterft het Vraagvuurtje straks af. Morgen ga ik lekker over Destiny lullen. Tenzij er iets heel geks gebeurt op het wereldwijde web. Yo!